Vrienden, hoe vaak is het mij niet gebeurd dat mensen mij aanspraken en zeiden: Harry, ik ben zo, zo verschrikkelijk klaar met de politiek. Ja, daar heb ik zo verschrikkelijk geen vertrouwen in. En dan moest ik het opnemen voor de politiek. Ja, want dan dacht ik bij mezelf, zo moet je niet denken over Den Haag. Weet je, dat is zo flauw. Nee, natuurlijk, die mensen die zijn heus wel betrokken. En die mensen die willen heus wel het allerbeste voor ons. En waarom zou je nou zo negatief over de politiek denken? Zo dacht ik altijd. Maar de laatste tijd, beste vrienden, begin ik nog een beetje te wankelen en ik begin te twijfelen. En dan denk ik, nou, als ik nou eens kijk naar bijvoorbeeld de hele toeslagenaffaire en daarna met Omtzigt en noem het allemaal maar op. En het gepruts met het coronabeleid. Ja, en het gestumper met het evacueren uit Afghanistan. Ja, en dan zeggen mensen tegen mij, ja, maar Harry, ik ben wel een beetje klaar met die politiek. En dan denk ik, ja, ja, daar zit wat in. Dat begin ik ook een beetje zo te voelen. En nu helemaal met die formatie, beste vrienden. Ja, nu ben ik ook zo'n beetje op het punt aangeland dat ik zeg, nou, die politiek zeg. Wat, ik bedoel, de mensen hebben allemaal gestemd op jullie in Den Haag. Omdat jullie ons moeten leiden. Jullie moeten ons besturen. Jullie moeten serieus met je werk bezig zijn. Dat wil dus zeggen, dan ga je dus niet op vakantie. Tijdens een formatie. Nee, soms kan dat dan niet. Nee, dan zijn andere dingen belangrijker. En dan gaat die vakantie even aan de kant. Nee, niet in Den Haag. Iedereen ging vrolijk op vakantie en liet de formatie voor wat het was. En wat hebben we nu met die formatie? Zijn al 5,5 maand. Het is toch werkelijk onvoorstelbaar. 5,5 maand zijn ze al bezig met dit geklungel. En we zijn weer helemaal bij af. En dat komt alleen maar omdat ze, en dat stoort me nou zo, en daarom begin ik ook voorzichtig geen vertrouwen meer te hebben in de politiek, omdat ze niet bezig zijn met het belang van het land. Wat hebben we allemaal niet? Crisis na de corona, woningbouwcrisis, weet ik veel, klimaatcrisis, van alles is er aan de hand. Problemen met Europa. Maar nee, we zijn bezig met machtsspelletjes. Dat is het. Het is de kakel en de kaag. Die loopt maar door de laag. Kakel, de kakel, de kakel. Kijk, mij eens bezig zijn. Want ik wil een progressief kabinet. Hey, kaag. De kiezer heeft gezegd, we willen niet progressief. De kiezer heeft gezegd, we willen naar rechts. Dat was de uitslag van de verkiezing. Ben je helemaal niet goed bij je hoofd daar? Kakelende kaag. En Rutte, ja, die speelt ook een hele vreemde rol, want die doet maar een beetje net alsof hij niks ziet en niks hoort. En die wist natuurlijk ook al vanaf dag 1 dat hij niet wilde met GroenLinks en met de Partij van de Arbeid. Dat wist hij al lang. Maar wat zijn we daar aan het doen? Aan het pimpampetten. En daarna zijn ze gaan kwartetten. Heb jij voor mij dit? Heb jij voor mij dat? Dan krijg jij voor mij die. Jongen, dat is toch niet serieus? Jullie zijn daar neergezet om het land te besturen. Ga dan niet spelletjes zitten spelen daar met z'n allen in de achterkamertjes. En nu? En nu dan? En dan zegt Kakelende Kaag weer nee tegen de ChristenUnie. Oké, die mag daar ook weer niet mee doen. En nou hebben we het volgende. Want nou willen ze dus dan een minderheidskabinet. Blijf maar doorspelen, jongens. Lekker kwartetten met z'n allen. Maar dan zegt D66. Ja, maar dan willen wij de CDA er niet bij. Ja, en dan zegt de VVD. Ja, maar dan willen wij weer wel. En dan staan we weer recht tegenover elkaar. En zo spelen we maar door. En dan denk ik ook bij mezelf. Ik heb geen vertrouwen meer in de politiek.